Hi, ik ben Stijn van Bax Music en vandaag ga ik iets vertellen over de Eventone MP1 hoofdtelefoon. Nou, de Eventone die kennen we uit de studiowereld. Ze hebben geweldige microfoons gemaakt, heel eigen tijds. Ook een eigen tijdscharakter, eigen tijds design. Dat is echt een, de label van Eventone. En dat zie je ook weer hier terug in de hoofdtelefoon. Heel eigen tijds ontwerp, ziet er mooi uit. Uh, het heeft iets uh, vintage-achtig. Uh, het is degelijk, het voelt ook degelijk. Dus ze hebben echt wel aandacht aangeschonken. Uh, het is goed afgewerkt en ja, je valt er zonder meer mee op. Dus zoek iets uh, bijzonders uh, waar je echt mee in de picture wil staan. Ja, dan is deze eventoon absoluut een uh, geschikte microfoon voor je. Oké, okay. laten we eens even naar de technische detail kijken. Wat uh, zit er bijvoorbeeld standaard bij en wat heeft hij aan technische specificaties? Nou, eerst kijken. Wat meteen opvalt is de enorme grote doos die erbij zit. Dus hij is echt gewoon heel netjes ingepakt. Het is gewoon een cadeautje als je dat ontvangt. Er zit een mooie draagbare hoes bij, zodat je hem makkelijk kunt vervoeren. Uiteraard wordt hij standaard geleverd met een kabel, nog sterker met twee kabels. Je hebt er eentje met een krulkabel, zodat je hem uit kunt trekken. En hij wordt ook geleverd met een rechte kabel. Nou, vervolgens heb je de mogelijkheid om te switchen van uh, plug? Standaard wordt die, uh, zit dus de 6,3, de grote plug. Maar je kunt ook naar 3,5, dus naar een mini-plug. Nou ja, als we kijken naar de hoofdtelefoon zelf, dan uh, valt een aantal zaken op. Uh, het ontwerp, zoals aangegeven, uh, je ziet ook het een uh, soort van metalen rand afgewerkt. Uh, roze in het uh, midden, aan de binnenkant zie je dat ook terug. De constructie is degelijk. Hij heeft uh, voldoende veerkracht. Je merkt ook als je op je hoofd zet dat hij voldoende druk op je hoofd. Je kunt hem uh, voldoende uh, naar voor en achter steken, dus uh, het formaat, uh, het aanpassen aan, aan het formaat van je hoofd is heel goed te doen. En je hebt ook niet meteen de indruk als je daar even mee beweegt dat er iets afvalt of zo. Het is echt wel degelijk in elkaar gezet. De kabels zijn netjes uh, verwerkt, want dat is vaak het probleem bij uh, koptelefoon dat die kabels op een punt zitten waarvan je denkt van nou als ik daar iets verkeerds mee doe dan breekt die af. En hier is dat zeker niet het geval. Er zit een mooie zachte band, dus hij zit ook heel comfortabel op je hoofd. Dus in dat opzicht hebben ze het eigenlijk prima afgewerkt. Dan valt er heel weinig over te zeggen. Uh, aan de binnenkant heb je een uh, foamring. Hij voelt ook echt heel zacht. Hij, als je hem indrukt, dan komt hij ook uh, naar buiten, waardoor je ook meteen de kwaliteit van die kussen kunt herkennen. Want ja, als jij nu met je hoofdtelefoon zit en dat ding is plat gewalst of ingedrukt, nou, ja, dan gaat dat echt druk op je hoofd. En dat is hier dus niet het geval. Nog een klein detailje is hier, uh, je kunt de kabel uh, los schroeven, dus uh, er zit echt een, een, een vatting op, dus je, uh, zodat die, als je hem toevallig in je kabel trekt of je strakt dan komt hij niet meteen los. Dus je moet hem echt los schroeven en dan kun je hem dus zo eraf halen. Mocht je kabel stuk zijn, je kunt hem ook direct vervangen. Dus dat is ook altijd handig van een, uh, van een losse kabel vind ik altijd. Ik zal hem even terug schroeven. Een opvallend detail is aan de andere kant, als we daar naartoe kijken, er zit namelijk een switch op. En dan kun je tussen een aantal zaken switchen. Je hebt namelijk in het midden de S-stand van stereo. Wat eigenlijk denk ik wel 99% van de gevallen de normale stand is. Maar het is ook mogelijk om mono te zetten. Dus als je hem naar voren switcht, dan staat hij op mono. En met name in de studio kan dat soms nuttig zijn. Als je bijvoorbeeld een faseverschil hoort, dan kan het wel eens heel fijn zijn om even terug naar mono te schakelen. Of kijken of alles correct is. Nou, ook uh, over detail gesproken. Als je aan de binnenkant is, is je ook echt aangegeven of uh, links of rechts hebt uh, zitten. Want ik, je ziet dus, ik heb het nu verkeerd, want uh, hier staat dus rechts. Dus ik moet hem eigenlijk zo draaien. En dan heb ik ook echt links en rechts verhouding goed zitten. Met name als je mixt uh, in de studio, uh, ja, is je. Uh, Links-rechts verhouding, natuurlijk correct. Want stel dat je links staat te pennen en hij komt rechts, ja, dan uh, is je mixbalans natuurlijk ook niet uh, kloppend. Dus hier kun je dus echt uh, zien of je ook echt de goede kant aan de, ja, de juiste kant zit. Nou, kijken we even naar wat uh, technische details. Uh, het uh, frequentiespectrum loopt van 18 hertz, dat is echt laag, tot 20 kilohertz. Dus je hebt echt het volledige hoorbaar spectrum geeft hij ook echt weer. En dat merk je ook als je hem opzet. Je hoort direct dit de detail hier in het hoog. En het laag is ook goed aanwezig. Um, voor de rest heeft hij een impedantie van 16 ohm. Nou, Die 16 ohm, wat wil dat nou zeggen? Dat betekent dat je als je een apparaat hebt die uh, een lage uh, outputvolume geeft, die geeft hij correct weer. En wat zijn lage output uh, apparaten? Dat zijn bijvoorbeeld MP3-spelers, mobiele foontjes, de dus telefoontjes, uh, laptops, uh, iPadjes en de Walkman. Als je die nog hebt uiteraard. Waar is deze nog uh, heel goed voor inzetbaar? Eigenlijk heel pret. Je kunt hem als uh, DJ natuurlijk, uh, als je op wilt vallen en je wil iets degelijks hebben, is het heel goed inzetbaar voor thuis. Gewoon lekker een comfortabele hoofdtelefoon om naar bijvoorbeeld klassieke muziek uh, te luisteren. popmuziek, op het maakt niet zo heel veel uit. Uh, maar je kunt hem ook in de studio gebruiken. Uh, en met name de tools die hij aangaf, uh, zoals links- en rechtsverhouding, uh, de kwaliteit, want het is, het is een gesloten hoofdtelefoon, uh, de kwaliteit van de klas. Geeft eigenlijk voldoende uh, mogelijkheden om ook de studio te gebruiken. Ik moet wel zeggen, hij kleurt wel, dus hij is niet uh, uh, lineair of vlak. Uh, dus dat is wel iets wat je in je mix dan wel rekening uh, mee kunt houden. Uh, maar ik moet zeggen, de klank op zich is bijzonder aangenaam. Wil je meer informatie met betrekking tot deze Eventone MP1 hoofdtelefoon? Klik dan op de link hiernaast of hieronder en word doorverwezen naar onze productpagina. Vind je dit een leuke review? Like hem, deel hem en word vooral lid van ons YouTube-kanaal.